ik kwam allereerst via de poort aan en ik zag al geen slot meer op de poort zitten. En dan, ja, dan kom je het terrein oplopen en dan zie je direct gewoon de eerste ruit kapot en de deur stond open. En dan schrik je en dan weet je direct gewoon van oké, dit is foute boel. Woensdag op donderdagnacht hebben we helaas te maken gehad met een inbraak. Met vrij fors veel geweld en veel schade bij ons aan het nieuwe clubhuis. Ja, je ziet de picknickbank die lag er hoog tegenaan, zodat ze nog bovenin met de koevoet bij konden. En de hele deur, het hele kozijn is totaal opengebroken. En dan loop je door en dan ga je gewoon een beetje kijken zo van wat is er allemaal meer kapot. En dan loop je naar de wc's en dan zie je op een gegeven moment dat zelfs gewoon het koperwerk wat je maandag en woensdagavond nog bij het vrijwilligers hebt geïnstalleerd, dat kapot geknipt is en van de muur afgetrokken. En dan word je wel heel boos. Ja, dat loopt in de duizenden euro's wel. Helemaal. Als je al dat koper weer opnieuw moet aangaan schaffen, wat we waarschijnlijk niet doen. We gaan nu gewoon voor een alternatief zoeken, want ja, blijkbaar is het gewild. Het materiaal is het materiaal, maar het is vooral de uren van al die vrijwilligers die er inderdaad gewoon na hun werk op maandag en op woensdagavond. En dan, we hebben hier zelfs met Koningsdag nog met z'n allen aan klussen. Zo van hun vrije dagen, hun vrije uren ervoor opofferen. En ja, dan gebeurt zoiets. Dat is gewoon heel zuur. Ons nieuwe clubhuis, de bedoeling was, althans de wens van het bestuur, maar ook wel gewoon vanuit de ouders. Zo van, we denken dat half tot eind oktober haalbaar is. Om in ieder geval mensen te kunnen ontvangen, dat ze naar de wc gaan, dat we een kopje koffie kunnen aanbieden. Een broodje, een tossietje, dat werk. Dit gaat zeker vertraging opleveren. En het is moeilijk in te schatten hoe lang het duurt.